vraag niet naar mijn autisme. Maak mij niet tot de autist, maar maak mij mens met autisme. Op een of andere manier had ik het idee dat ik nooit goed begrepen werd. Een voorbeeld daarvan is dat ik op mijn werk op een gegeven moment door een leidinggevende ben aangesproken dat ik me aan de regels hield. Ik werkte toen in de zorg, ik werkte met autisten. Ik voelde intrinsiek aan dat het afwijken en het veranderen van afspraken, dat voor hen desastreus was. En ik kon op dat moment niet onderbouwen waarom dat was. Ik voelde gewoon hoe dat is, omdat ik zelf ook ervaarde hoe het was om constant onverwacht met veranderingen geconfronteerd te worden. Nou, dat was heel lastig voor mij en toen het moment dat mijn leidinggevende mij daarop aansprak en ik echt het gevoel had van ik denk dat ik goed zit met wat ik doe, maar dit wordt niet begrepen, heb ik eigenlijk de keuze gemaakt van ik moet hier niet mee verder gaan. Ik denk dat de beeldvorming binnen de organisatie toen al zodanig was dat er geen andere mogelijkheid meer was. Hoe jammer het ook is, want ik denk dat Floor een hele grote meerwaarde had met deze doelgroep. Dat had anders kunnen lopen als Floor had geweten wie zij zelf op dat moment was. Want ik denk dat Floor nog heel erg zoekende was van wie ben ik nou en ja, welk stickertje moet ik op mezelf plakken. En als die ander dat ook had geweten. Ik heb een vorm van autisme, de stoornis van Asperger. De diagnose is een jaar of 3 geleden gesteld. Dus daarvoor zijn er 100.000 momenten geweest dat ik psychisch in nood verkeerde en dat er wel diagnoses zijn gesteld die misschien wel een kleine overlap hebben met wat ik heb, maar die niet de juiste diagnose zijn. Ik werk als HR-manager bij First World Bedrijfsfitness en dat is mijn hoofdbaan. En daarnaast doe ik nog werk in de zorg. Je zou kunnen zeggen dat ik mijn oude liefde weer heb opgepakt. Ik denk dat ik veel begrip heb van mijn collega's. Die realiseren zich dat ik veel kan betekenen onder de juiste omstandigheden. Je moet je niet persoonlijk aangevallen voelen als er 's morgens geen gedag wordt gezegd. Of als het ergens niet mee eens is en daar heel direct vast kan houden aan een ander punt. Waardoor je, vaak ga je toch aan jezelf kijken van ja, maar ik leg alleen iets neer of en dan krijg je daar een bepaalde reactie op. En dat is ook een stukje loslaten, het is zo en ja. Zeker als je weet dat iemand Asperger heeft of autistisch is, ja, ze reageren gewoon op een andere manier. En als jij weet wat die manier is, dan is het veel makkelijker om daarmee om te gaan. Ga er niet vanuit dat zeg maar alle autisten hetzelfde zijn of alle mensen met een depressie hetzelfde zijn. Ga juist op zoek naar wie heb ik nu tegenover me? Wat kan die mens, die persoon, specifiek voor mij betekenen? En ga dus inderdaad niet het hebben over zijn aandoening, maar meer over wat heeft diegene nodig om met die aandoening zijn werk te kunnen doen.